Ja. Hier in Londen, daar ben je naartoe geweest? Ja, Anthony Robbins ben ik naartoe geweest in Londen. En dat is dan zo'n seminar van 3 dagen. Release the power within. En dat is ja, allemaal een soort van positief denken. Dat is een motivator over de hele wereld. En ja, je wordt gewoon Jezus. Gek. Ja. Kijk, die zaal, daar heb ik gewoon gezeten. 12.000 man. En hij weet je gewoon te raken. Want hij staat er op de bühne van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. En dan heeft hij een break van een uur of zo. En die man die gaat maar door met zo'n ongelofelijke energie. En ik kwam vrijdagochtend binnen, koud. En ik dacht echt, jongens, tot 12 uur. Nou, ik denk misschien dat ik tot 6, 7 uur volhoud, dat zie ik het wel. Maar vrijdagavond liep ik gewoon over de hete kolen met mijn blote voetjes. Echt, of heet, zoals Emil Ratenband het ook doet? Ja, echt hete kolen. En het is hysterisch. Het is zo gaaf om het allemaal mee te maken. Maar als je nou voor een nuchtere boer, zoals wij dat zijn, moet uitleggen wat is dat neurolinguïstisch? Nou, je kan een voorbeeld geven, schetsen. Er is een man die is crimineel, zijn hele leven crimineel en alcoholist. Die heeft 2 zoontjes, die hebben natuurlijk een traumatische ervaring. Of een traumatische jeugd daaraan overgehouden. De ene zoontje die treedt eigenlijk in de voetstappen van zijn vader. Hij wordt ook crimineel, ook alcoholist. En op de vraag van, maar ach, hoe kom je nou toch zo in je leven te staan? Dan zegt de ene zoon, ja, wat wil je met zo'n vader? Maar de andere zoon wordt een heel succesvol zakenman. Een heel fijn gezinnetje. Heel liefdevol allemaal. Het is echt een topper. En op dezelfde vraag, maar hoe doe je dat? Hoe kom je zover? Ja, wat wil je met zo'n vader? Goed uitgelegd. Dus het is maar wat je ermee doet. Weet je, precies maar wat je ermee doet, Bo. We hebben allemaal blokkades. We hebben allemaal, luister, ik ben hoofdredacteur. We hebben allemaal blokkades in ons leven. En het ligt er maar aan hoe je ermee omgaat en wat je voor jezelf bedenkt. We hebben nu een tijd.